Zegt Tina, vraagt jij je nooit af wat er nu het goedkoopste is? Met de hand afwassen of met een vaatwasmachine? Ik wel. Een handwas is handig voor kleine tussendoorwasjes. Het wasmiddel kost niet te veel, de glazen blijven langer schoon en het is een constructief babbelmoment met twee. Ideaal. Maar je gebruikt dikwijls te veel wasmiddel. Je breekt gemakkelijk iets en het waterverbruik kan gigantisch zijn. En er zijn er zelfs die onder een stromende kraan afwassen. De vaatwasser eens proberen. Je koopt u een apparaat, zout, glansmiddel, wastabletten of poeder en ontkalker. De glazen breken minder, maar verslijten toch sneller. En een machine kan verstopt geraken. Maar vaatwassers zijn wel veel zuiniger geworden. Sommige verbruiken maar 7 liter per wasbeurt. En ze zijn stiller en heel efficiënt. Wist je trouwens dat je een vaatwasser op de warmwaterleiding kunt aansluiten en zo 5 tot 25% kunt besparen op de energiefactuur? Goed, hè? Tijdens de machinewas heb je trouwens ook tijd om samen iets anders te doen. En eerlijk, vaatwas of handwas, samen gelukkig zijn, dat is op lange termijn toch nog de beste investering. Hé, Tina.